Op welke leeftijd ben je begonnen met trampolinespringen? Ik was 6 jaar en dat was in 1987. Toen ben ik begonnen met trampolinespringen. Ja, dat is al heel lang geleden, ja. Wie was jouw grote voorbeeld? Mijn grote voorbeeld toen was Irina Karavaiva. Irina Karavaiva die was in 1994, toen ik voor het eerst meedeed aan een wereldkampioenschap, werd zij voor het eerst wereldkampioen. Dus dat was toen wel een beetje mijn voorbeeld. Ik zag haar voor het eerst toen wereldkampioen worden. Ja. Hoeveel uur train je in de week? Zo gemiddeld zo rond de 25 uur in de week. Dat is veel. Ja, dat is niet alleen trampoline, maar dat is ook krachttraining en ook hersteltraining en stretchen. Dus eigenlijk alles bij elkaar. Heb je een speciaal kamertje voor al je prijzen? Nee, heb ik niet. Ik heb wel bij mijn ouders, toen ik natuurlijk jong was, woonde ik daar. En toen had ik wel een eigen prijzenkast. Maar die peilde al heel snel heel erg uit met allemaal in bekers en medailles. En nu, nu bewaar ik gewoon mijn bekers gewoon thuis. Maar daar heb ik niet een speciale plek voor, nee. Oké. Wat vond je het leukste van Londen 2012? Het leukste. Het was natuurlijk wel ook de beleving dat ik weer voor de tweede keer op de Olympische Spelen heb gestaan. Dat was natuurlijk, daar was ik wel heel erg trots op. Maar het mooiste moment vond ik toch wel toen Epke zijn gouden medaille won aan rek. Want ik zat toen ook in de hal en ik ken Epke ook toen hij heel klein was, toen hij jong was, toen hij aan het trainen was in Heerenveen, want daar train ik ook wel eens. Dus dat was wel een heel mooi moment, ja. Okay. Ben je al begonnen met trainen voor Rio in 2016? Nou ja, ik heb wel besloten na Londen dat ik weer doorga om weer voor de derde keer naar de Olympische Spelen te gaan in 2016. En ik heb na Londen wel eventjes een tijdje rustpauze gehad van 3 maanden. Maar nu ben ik eigenlijk inderdaad wel weer aan het trainen om straks naar Rio te kunnen. Ik heb wel in mijn achterhoofd van hè, in 2015 moet ik me kwalificeren. En dat is al heel snel. Dus eigenlijk ben ik al wel op weg naar mijn road to Rio. Ja. Cool. Wat vond je de vervelendste sprong om te leren? De vervelendste sprong? Ik denk de hele schroef. De hele schroef, want ik heb hem ook opnieuw moeten leren. Omdat ik eigenlijk heel snel in ging schroeven. Dus ik was veel te snel en daardoor ging die ook altijd heel scheef. En toen op een gegeven moment toen leerde ik ook dubbele schroef. En die ging nog schever. Toen heeft mijn trainster in die tijd heeft ze gezegd, nou, we gaan die hele schroef gaan weer opnieuw aanleren. Dus dat vond ik wel vervelend. Dat vond ik niet zo leuk. Ja. Wat adviseer je voor de springers van de toekomst? Wat ik adviseer... Blijf gewoon altijd in jezelf geloven. Hè? Als je een doel hebt of als je een droom hebt, blijf daar gewoon in geloven. En als je iets leuk vindt, blijf dan ook vooral doen. En blijf gewoon plezier in houden wat je doet. Okay. Ja, dat vind ik wel, dat is gewoon nog steeds het belangrijkste. Dat je plezier hebt in wat je doet. En ik heb na ruim 25 jaar op een trampoline springen, vind ik het nog steeds leuk. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja, okay. Ja. Klopt het dat je de Flower Cup hebt gewonnen? Ja, klopt. Ja, dat was vorig weekend. Ja. En dat was eigenlijk weer mijn eerste wedstrijd sinds Londen. Omdat ik er ook een tijdje uit ben geweest, was dit gewoon weer eigenlijk een wedstrijd om weer lekker in het ritme te komen. Maar in de finale was ik toch mentaal het sterkste. En de anderen maakten wat foutjes. En toen heb ik hem inderdaad voor het eerst gewonnen. Dus dat was wel heel leuk. Ja, gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Ja. Verdien je veel geld met trampolinespringen? Nee, niet zozeer. Het is niet zoals in het voetballen of in tennis. Dat niet. Wel is het zo dat je, als je bij de wereldtop behoort, dan krijg je wel ook van het Olympisch Comité in Nederland een bepaalde status. Daar kan je wel wat centjes mee verdienen. Maar toch moet je het hebben van of wat sponsors of mensen die in je geloven. Ja. Want van het trampolinespringen word je niet echt rijk. Ik doe het gewoon nog steeds omdat ik het, hè, wat ik net ook zei, omdat ik het echt heel leuk vind. En natuurlijk heb ik wel hele mooie momenten beleefd en ook wel hele mooie banen gehad en hele mooie werkgevers gehad die mij een mooi salaris gaven, omdat ik ook wel heel goed was in mijn sport. Ja. Dus indirect verdien je wel met je sport. Okay. Ja. Heb je een partner? Ja, ik heb een hele lieve vriend. Hij heet Henk. En we zijn nu zo 6 jaar samen. Dus en dat gaat heel goed. En het is ook heel belangrijk dat hij natuurlijk achter mij staat en in mijn doelen en in mijn dromen. En we hebben ook wel samen besloten naar Londen om echt ook weer samen die weg naar de nieuwe Olympische Spelen te gaan. Dus dat, Heb je ooit synchroon gesprongen? Ja, ik heb vroeger wel synchroon gesprongen.
Heb ik ook wel de World Cup wedstrijden, heb ik ook wel medailles gepakt. En op een gegeven moment ging ik ook met de triffes beginnen, dus 3 keer over de kop. En toen waren er geen meiden die dat ook konden. Maar ik ga dit jaar wel weer synchroon springen met Kirsten Boersma. Dus dat is wel heel leuk. Ja. Vind je het jammer dat synchroon springen geen Olympische sport is? Ja, in principe wel. Natuurlijk hoop je dat ook het synchroon springen Olympisch is. Maar ik ben eigenlijk al ontzettend blij dat het individuele springen Olympisch is. En ik denk dat we daar gewoon heel blij en trots over mogen zijn dat dat nog steeds is. En dat we in Rio nog steeds met een individueel klassement daar, dat er vrouwen en mannen nog steeds mee mogen doen. En of synchroon springen ooit Olympisch wordt, dat weet ik niet. Ik heb er altijd voor gekozen om individueel te springen. En ik vind het niet zo erg dat het synchroon springen. Ja, ik heb natuurlijk individueel daar gestaan. Maar goed, voor de toekomst zou het wel heel mooi zijn voor de trampolinesport. Ja. Nou, heel erg bedankt. Graag gedaan. Heel veel succes jullie. Dank je wel.